Dag, voor eerder dan u, vandaag 31 augustus, maandag. Wij beginnen deze week met met Paulus in de eerste brief aan de Corinthiërs. En je gaat ontdekken dat zijn de volgende 2 weken de gewone basistekst voor de eerste lezing, hoe mooi het is en hoe krachtig zijn de woorden van Paulus. Het is echt een grote kenmerk van Paulus. Deze krachtige woord die ons hart kan raken, omdat het woord van de Heer zelf is. Hij is de grote schrijver van het Nieuw Testament. Een groot deel van het Nieuw Testament is geschreven door Paulus. Dat hij vanuit zijn sterk temperament en zijn sterke ervaring met de Heer ook een groot apostel in verkondiging van het woord van God is. Laten wij dan onze harten openen en met de hulp van de Heilige Geest ontvankelijk zijn en willen zijn voor het woord dat God voor ons vandaag schenkt als voedsel voor onze ziel. De eerste brief aan de Corinthiërs, hoofdstuk 2. Broeders en zusters, toen ik Paulus u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met verstand van welsprekendheid of geliefdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien gevoelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde had niets te danken aan de overredingskracht van de wijsheid, maar het getuigde van de kracht van de Geest. Uw geloof moest steunen op menselijke wijsheid. Uw geloof moest niet steunen op de menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Woord van de Heer. Wij danken God. Dan, het is een heel kort stuk. Het zijn de eerste versen van hoofdstuk 2. Maar we kunnen dat vers per vers overlopen en we gaan zien hoe krachtig en hoe rijk is deze boodschap. Ik ga dat even doen samen. Dan eerst zegt Paulus, toen ik bij u het getuigenis van God kon verkondigen, deed ik dat niet met verstand van welsprekendheid en geleerdheid. Dat betekent, hij kwam niet vanuit zijn menselijk talenten en bekwaamheid. Paulus kon heel goed spreken tegen het publiek en hij was ook heel goed geleerd als Jood enzovoort. Maar dat gebruikte hij niet voor deze taak van God. God heeft wel dat gebruikt, maar Paulus zet dat niet zo boven de genade van de Heer. Daarna, ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. En dat is heel interessant en heel mooi hoe de kerk in deze wijsheid van de lezingen in geheel maakt. Gisteren hadden wij over het kruis bij het evangelie van de zonde. En nu hebben wij ook opnieuw het kruis. En Paulus zegt, mijn wetenschap is de wetenschap van het kruis. Daarna, bovendien, gevoelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Dat is een heel goed beeld van de menselijke kant van Paulus. Hij had zwakheden, hij was nerveus, dat betekent, ja, hij kon soms denken en voelen, ik kan dat niet aan. En hij voelde zich angstig. Dat betekent, hij zag hoe groot was de opdracht en hoe klein was hij. Maar hij liet zich niet leiden door deze menselijke gevoelens en indrukken. Dat is een heel belangrijk zin om voor ons te leren boven deze indruk te komen. Om echt waarachtige getuigen te zijn van God.
Daarna zien we dat hij zegt, het woord dat ik verkondigd, verkondigd ik niet vanuit mijn wijsheid, maar vanuit de kracht van de geest. En ik stuurde niet op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. En dat is een groot punt. Paulus getuigde van de kracht van de, volgens de wijsheid van God. Daarom was hij een grote schrijver van het Nieuwe Testament. En je ziet, zo kort en zo rijk is deze eerste lezing. Daarna bij de psalm. De psalm 119. We zien deze groot lof prijzen aan de wijsheid van God. En dat is heel groot verbonden met de eerste lezing. Die ook dat thema van de wijsheid, de kracht van de geest, naar boven komt door Paulus. Laten we dan het lezen. Hoezeer is uw wet, mijn lief hier. De hele dag denk ik daaraan. Mijn vijanden overtreft ik in wijsheid. Want uw gebod bleef mij bij. Verstandiger ben ik dan zij die mij liegden. Omdat ik aan uw verordeningen denk. Mijn inzicht is groter dan dat van grijsaards. Omdat ik steeds let op wat hij beveelt. Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden. Om steeds aan uw woord te voldoen. Nooit wijk ik van uw bepalingen af. Want hij heeft mijn wijsheid gegeven. Deze psalm is een lang psalm, heel groot, de grootste psalm van het boek. En het is een lofprijs aan de wet van de Heer. En deze stuk die uitgenomen is voor de liturgie van vandaag, prijst deze wijsheid die komt vanuit het woord van God. En wij zien dat wat Paulus uitstraalde en ook kon doorgeven, komt ook van deze sterke ontmoeting met het woord van God. En deze psalm moedigt ons aan om meer verbonden met het woord van God te zijn. En door deze verbondenheid met het woord van God, komt de wijsheid van God. Daarom soms ontmoeten wij heel eenvoudige mensen die trouw zijn aan deze relatie met God door zijn woord en heel wijs zijn. Door hun leven, door wat zij meemaken, door het inzicht die komt van God, kunnen zij heel veel mensen soms helpen. En daarna het evangelie is de wijsheid met een grote letter. Omdat het is Jezus zelf, die komt aan het woord. En we zien vooral de werken van het woord van God in de harten. En de krachtige genade van het woord van God bij de verkondiger. En hier is de verkondiger Jezus zelf. Laten we dan het ontvangen met een benieuwd hart. En met een openheid die komt van God zelf. In die tijd kwam Jezus in Nazareth, waar hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbat daar naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Zij reikte hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond. De geest des Heren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien. Om verdrukten te laten gaan in vrijheid. Om in genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren alle ogen gespannen op hem gevestigd. Toen begon hij hen toe te spreken. Het schriftwoord dat hij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan. Alle betuigden hem hun instemming
En verbaasden sie dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Zij zeiden, is dat niet van de zoon van Jozef? Hij zei hun, natuurlijk zult ge mij dit spreekwoord volhouden. Genees hier, genees uzelf, doe al wat naar wij hoorden in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad. Maar hij gaf er dit antwoord op. Voorwaar ik zeg u, geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat ik u zeg. In de tijd van Elia immers, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten bleef, en in grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël. Toch werd niemand van hen herinnerd, behalve de Syriër Naaman. Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren woedend. Zij sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voort tot aan de stille rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was, om hem daar in de afgrond te storten. Maar hij ging midden tussen hem door en vertrok. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dat het is een heel lang evangelie, maar het is een verhaal die voor ons echt als top brengt deze wijsheid van de Heer. Die brengt mensen tot hem, maar ook die een scheiding maakt, omdat die niet zich afstemt met de wijsheid en de menselijke gedachte. Het is heel bijzonder, sinds gisteren is de Heilige Geest met ons echt bezig om deze verandering van mentaliteit mee te maken. En het is hier wat wij zien, dat de stoting was tegen het volk, de hoge priesters, tegen Jezus. Ze dachten door hun manier gesloten, door hun manier dat te menselijk is. Maar wij zien dat deze hindernis geen obstakel wordt voor het woord van God en vooral voor de werken van het woord van God. Dat wil ik het accent leggen. In het begin, bij de eerste verse, zegt Jezus toen hij de rol las, de geest des Heren is over mij gekomen omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een armende blijde boodschap te brengen, een gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien, om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om in genadejaar af te kondigen van de Heer. Dat zijn de werken van het woord van God. En dat is zo mooi. Ik heb deze tekst zo lief. En dat is ook een basistekst van de roeping voor in Sabbatjaar. Dat is wat een persoon bij het Sabbatjaar in apostolaat van ons gemeenschap, waarin wij de hele Bijbel leren kennen door een levend en missionair manier, een persoonlijke manier. En deze acties hier is wat wij ontvangen in het Sabbatjaar. Ik zeg dat vanuit mijn eigen ervaring. Het is de genade om de blinde boodschap te kunnen ontvangen, om deze vrijheid, deze vrijlating van de geest te ontvangen, de blindheid weg te halen van onze ogen door het licht van het woord van God en de uit te komen van de dingen die ons verdrukken en in genade. Ja. Het is heel, heel mooi en heel diep deze boodschap voor ons. En wij zagen dat voor het volk
Sekonden zien, de armen die minder geliefd waren, die herkenden. Daar is een groot profeet, midden in profeet, in boodschap van God. En zij verbaasden en betuigden over deze woorden vol van genade. Dat is echt een persoon die spreekt vanuit Gods geest, Gods wijsheid, Gods genade. Die straalt dat uit en het volk die luistert, die beseft. Maar dat brengt wel tegenstanding. Dat was met Jezus en dat kan ook met ieder van ons zijn. Maar wat is heel belangrijk in groot voorbeeld en ook richting van Jezus is deze innerlijke vrijheid te bewaren. Ik deel wel het woord van God, ik blijf vrij. En hij, ondanks de pogingen van de priesters van de synagoge, van hem te werpen en in de afgrond te storten, hij liet zich niet leiden door een gevangenschap. Nee, hij ging gewoon zijn weg tussen hem en vertrok. Ik nodig u uit om deze passage terug te nemen, maar met uw verbeelding. Om deze situatie echt als een film in uw hoofd te laten afspelen. Het is een tekst die ook voor mij heel geliefd is, als een referentietekst voor de innerlijke vrijheid. Stel eens voor, iedereen was woedend op hem en hij ging gewoon tussendoor. Hij vlucht niet aan de andere kant, niet zo afwijkt, nee, hij tussen. Dat betekent, jullie willen mij grijpen, maar ik ben vrij. Ik ga toch tussendoor en jullie gaan niets tegen mij kunnen doen, omdat God beschermt mij. En het is interessant om af te sluiten, in de vertaling in Portugees zegt, hij ging midden tussen hem door en hij volgde zijn weer. Dat betekent, zijn tijd was niet klaar. De tijd van Jezus was de tijd van de verkondiging, het was niet de tijd van de vervulling. Dan hij was nog vrij omdat hij wist wie bepaalde de gebeurtenissen in zijn leven, God de Vader. Dan dat is voor een gewone dag, het is een rijk aanbod van teksten. Echt heel mooi vandaag. En we kunnen veel genade vragen en ik ga voor u deze beurt laten om vanuit de lezing in genade te vragen. Van sterkte, van kracht in de geest, van wijsheid, van deze genade van het woord van God, die wordt in Lucas beschreven, deze genade van innerlijke vrijheid. Ik nodig u uit om even uw ogen toe te doen en vragen aan de Heer welke genade je nodig hebt om meer Jezus te kunnen volgen volgens zijn besluit, volgens zijn opdracht voor u. We vragen u hier deze genade en we kunnen het benoemen. Om meer en meer u te kunnen volgen en dienen. We vragen ook deze genade van deze lezing van vandaag voor veel mensen die het nodig hebben. Verkondigers van het woord, leiders in de kerk, christenen die u beminnen en die van u getuigen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel, God zegen u.